te stellen als je heel lang kijkt. Dan kun je niet meer tellen en je nek. Ik ben hier om kerstpakketten uit te delen. Niet namens de gemeente, want nou ja, de gemeente mag geen kerstpakketten uitdelen. Dit is van het Rijk mag dat niet. Maar de Riekie Stichting heeft kerstpakketten aangeboden en die delen wij nu uit. Waarom ben je hier? Om kerstpakketjes uit te delen voor de oude mensen. En waarom doe je dat? Dat we ook een leuk kerstfeest kunnen vieren. En weet je wat erin zit? Nee. Wat denk je? Kerstballen. Met de feestdagen, met Pasen en Kerst, verspreiden wij in Nederland zo'n 16.000 pakketjes onder ouderen. Omdat die juiste dagen zijn dat mensen alleen zijn, zich eenzaam voelen. En vandaar dat we deze extra aandacht willen geven. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jonge kinderen komen zingen, kerstliedjes zingen en kerstpakketten uitdelen aan ouderen. Dus ik vind de verbinding heel erg mooi tussen jong en oud. Ik weet dat de ouderen erg van genieten en ik weet dat de jongeren het ook heel erg leuk vinden. Dus heel mooi. Dit was een heel geslaagd feest. Hele leuke kinderen, liedjes. Nou, je proeft het, de sfeer. Het is echt heel erg leuk. We doen dit in 42 verschillende huizen in heel Nederland. En dat zijn altijd kinderen van basisscholen die dan de pakketjes brengen. Contact met de ouderen, oud en jong. Dat is een van onze speerpunten. Het zegt ook tegen de ouderen, het idee dat je een pakket krijgt van we zien jullie, we hebben aandacht voor jullie. Een stukje liefde en een stukje waardering voor ze. Heel belangrijk.